Lekvogels en de Meiden is afgelopen. Het is na strafschoppen is Lekvogels door naar de derde klasse. Het is een spektakelstuk geworden vanaf de tweede helft en de verlenging. Ja, trainer Pieter de Zessen. Ik denk dat hij nog eens even achter je oren moet krabben. En dat zou je ook wel doen als je ziet wat de mogelijkheid, wat mogen 100% kans zijn jullie in die tweede helft kregen. Ja, eens Bas. Als eerst wil ik gewoon zeggen dat ik ontzettend trots op de ploeg ben als hier wel vandaan komen. Dat we in november stonden we 10e, hadden twee Dordtse ploegen onder ons en daarna hebben we ons naar boven geknokt. En we zijn een geweldig team, we zijn super trots op de jongens. Alleen ja, hier ben je wel heel ziek van. Ja, ja, dat kan begrijpen, want ik zeker ook nog, ja, je krijgt hem eerst in de 19e minuut aan weer tegen. Gelijk maken. Dan zie je daar ook in de verlenging. Wat een pakken komt Renéetje vrij voor de keeper. En dan wil het niet, hè? Nee, dus onze topscore die heeft ons vaak geholpen. En nou, hij maakt er één. Er waren misschien wel twee of drie te weinig. Maar ik ga geen. We doen het met z'n allen. We hebben nog meerdere kansen gehad. En misschien moeten we er ook een minder tegen krijgen dan. Ja, en de penalty is loterij. We hebben een paar keer geoefend op het trainingsveld. Ja, kan je daar wat van zeggen? En dat gebeurt dan. En dan schoten ze goed in. Dus felicitaties aan Lekvogels. Het was voor de supporters een geweldige dag. Alleen we gaan wel. Als ik het zo moet zeggen op de camera, met een klote gevoel maar eens. Ja, dat klopt. Maar bij de eerste helft vond ik Lekvogels iets gedreven. Hè? Maar de tweede helft waren we voor jullie. Ja, hoe uit de kleedkamer komen is geweldig. Ze hebben strijd en vol geloof erin. Nooit opgeven. Nou, dat hebben we vaker laten zien. En ook in de verlenging weer sta je daarvoor. Ja, dan is het. Ik had gehoopt dat we wel een streep kon trekken aan een mooi feest gehad. En nu is het. Je bent hier wel ziek van. Ik word er wel een paar keer wakker van. Pieter, ik weet dat het voor jou rot is even ook. Even met die jongens wat wij drinken. Want ze hebben alles gegeven wat erin zat. Ja, en helaas, net waar je zegt, penalty is de loterij. Hè? Ja, nee, eens heeft verklaard. Dat is ook zo. Ik ben onwijs trots op de jongens. En dat zullen we nog een keer beseffen dat we een wat mooiste manier gezet. Alleen ja, toch gaan we naar de derde klasse gaan. Het is helaas niet gelukt. En nogmaals, lekker veel succes daar. Ik ga nog één vraag eigenlijk. Jan de Bruin die viel in. Die vond ik ontzettend goed in. Was hij niet 100%? Jan heeft net de week voor dat de nakens begon weer last van zijn hamstring gekregen. Ja, nu heeft hij een heel lange verhaal van een half jaar. Ze hebben hem voorzichtig gebracht. In overleg ook met de verzorger. En die viel heel goed in. En die jongen die heeft een mooie toekomst voor hem. Daar heb ik alle vertrouwen in. En die kan het volgend seizoen vanaf wedstrijddag 1 laten zien bij ons. Nou, het enige lichtpuntje. Op een lichtpuntje is de deur heb je zo weer terug. Dat hoorde ik. Maar dat zijn precies. Heb je niet veel aan, maar dan kunnen we tegen de kerk. Dat gaan we doen, Bas. Hey, ik ga het even rustig uithuilen en verder. Hè. Ja, trainer Erik van Mouwelijk. Allereerst van harte gefeliciteerd. Het is de kers op de taart, we hadden het de vorige keer over, maar vandaag flik je het. Het is de eerste helft vond ik niet helemaal spanning, maar vanaf de tweede helft verlenging, penalty schieten, het is een spektakelstuk geworden. Ja, het is echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is vandaag, dat weet ik echt. Ik bedoel, voetballend was voor ons niet best, maar de veerkracht en de mentaliteit van die gasten, dat was echt niet normaal. Dat is gewoon genieten. En dan de supporters erachter, die goal van de meiden en van ons. Dat is echt, het was echt een mooie finale. Mooie finale. Ja, want ik heb ook geen vijand nog even gezien. Het was gezellig onder elkaar. 19e minuut ongeveer nog gemaakt. Jullie weer tegelijk maken? Het was vlak voor tijd in ieder geval. Dat klopt. Ja, wat ik zeg, ja, de mentaliteit. En dat ik die jongens ook voor de wedstrijd al opgehamerd. Daar zijn ze zo sterk in geworden. En ik kreeg net al van een maat van mij, dat is een beetje een Duitser, zeg maar. Maar jij bent echt een Duitser, dus je pakt hem wel. En daardoor heb je de verlenging. En in de verlenging kom je ook weer terug. Ja, in de laatste minuten allebei de kanten nog kansen. Dus en dan met panels is een loterij. Maar we stonden aan de goede kant. Kijk, je neemt gewoon mee en dat is belangrijk. En ik moet ook eerlijk zeggen, qua competitie, ik heb jullie een paar keer nou gezien. En ook in de na-competitie. Ja, je hebt het gewoon geweldig gedaan met het team, hè? Of niet dan? Ja, nee, die jongens hebben het gedurende het seizoen super gedaan. En dat geldt net zo voor de meiden natuurlijk. We hadden allebei een stroeve start. En gaandeweg het seizoen werden we allebei beter. En daar kijk je naar Lekvogels. Ja, geweldig. Ik bedoel, de voorgaande jaren allemaal onderin in de vierde klasse. En nu promotie naar de derde klasse. Ja, die jongens kunnen het. Ja, we hebben het er wel eens meer over gehad. Er lopen altijd goede jeugd. Dat hebben we helemaal nooit over vroeger praten hadden, maar dat zei wel bij Lekvogels. Maar ze komt er niet uit. Maar nu is ze er wel uitgekomen. Ja, dat klopt. En ik wou er even aan toevoegen, dat is ook wel de verdienste van de trainer. Nou ja, dat weet ik niet. Tuurlijk heb ik een onderdeel in het hele verhaal. Maar
Ik denk ook dat er chemie is met de hele staf die ik heb. Dat is ook nieuw voor de vereniging. Normaal is het altijd een trainer met een grensrechter en klaar, zeg maar, in een leider. Ik heb een veel uitgebreidere staf. En ik denk dat die samenwerking, allemaal clubmensen, plus het feit dat er 6 uit de competitie gaan, dus je moet voetballen, je moet presteren. En ik denk dat dat in de kopjes is gaan zitten en gaandeweg met resultaat een goede combinatie is geworden en is het een vechtmachine geworden. Ja, ik geloof dat ik het vorige keer al gezegd heb, maar het is ook een vriendenteam wat er staat, hè? Ja, zeker. Ja, toevallig ook in bespreking aangehaald hoe we naar elkaar toegegroeid zijn tijdens de wedstrijd, na de wedstrijd, voor de wedstrijd. Nog gisteravond hadden we een potloodparty en nou, een hele selectie liep er. Dus nee, echt geweldig. En allemaal met elkaar, ook voor elkaar knokken, door het vuur. Ja, geweldig. Echt een geweldige groep. Ja, dat is zeker. Ja, en hoe gaat het vanavond verder? Geen idee, maar daar denk ik niet over na. Nee, je gaat lekker feestvieren, denk ik. 100%. Oké. Erik, ik zeg nogmaals, ga er heel erg van genieten. Het is verdiend voor je. Hè, en dan gun ik je ook van harte. En we zien elkaar de volgende competitie weer, hoop ik. Ja, dat hoop ik ook. En ik hoop onder dat het voor jou privé een betere omstandigheid is. Maar dat is in ieder geval sterkte. Ja, en natuurlijk, ja, volgend jaar gaan we kijken hoe het wordt. Oké, Erik, bedankt, hè. Ja, jij ook.